alleen een toetje erbij gehad. Maar een echte toetje, dat moet natuurlijk nu komen. We gaan de erekeuter bekendmaken. Ik wil graag of de raad naar voren komt. En dan ga ik het woord geven aan onze president. Goedenavond, dames en heren, keuters en keuterinnen. Het moment waarop de erekeuter van 2024 bekend wordt gemaakt is aangebroken. De erekeuter, dat is iemand die in de loop der jaren veel voor het dorp heeft gedaan. Dit zijn vaak de stille krachten achter veel verenigingen en activiteiten. De titel wordt in Hooglanderveen terecht bestempeld als een eretitel. En daar zijn wij als keuters ontzettend trots op. Dit jaar zal het niet minder zijn, want de erekeuter van 2024 is Gladestra! Wat een mooi plekje in de spotlight. Gladys, Gerardus Gijs Bertestra, zoon van Johannes en Rutera, geboren op 18 juni 1954 aan de Veenweg nummer 20, Hooglanderveen. Als zesde in een groot gezin van totaal 9 kinderen, waarvan 6 broers, Bertus, Gerard, Piet, Jos, Johan en Adrie en de 2 zussen, Willy en Truus. In de boerderij waar jullie woonden, er was geen grote boerderij aan de Veenweg. Vooral niet voor zo'n gezin. Samen met je broers sliep je dan ook op 1 kamer onder het schuine dak. En de 2 oudsten die sliepen boven de koeien, wat dan wel wat warmer was. De meiden die hadden het beter voor elkaar, want die hadden hun eigen kamer beneden. Toen je het huis verliet, verhuisde je echter maar een steenwerp verderop van nummer 20 naar nummer 22 aan de Veenweg. Daarna heb je de boerderij van je vader overgenomen. Maar wat voor naam had deze boerderij eigenlijk? Op oude kaarten was het niet te herleiden wat de naam nou exact was. Dus ben je samen met Ida gaan brainstormen over een gepaste naam. Aangezien de boerderij al 3 generaties eigendom was van een Johannes, was de keuze al snel gemaakt door het de Johanneshoeve te noemen. En uiteindelijk is deze naam ook gewoon netjes opgenomen in de boerderij Boulevard achter de kerk. Ida en jij kregen 3 kinderen. Arno, Nicole en Kim. En Kim die is bij ons dansbrieken geweest, 6 jaar lang in de turf gehad. Ja. Deze boerderij was een prettige plek waar jij tot 2002 samen met je gezin hebt gewoond. En naast je eigen werk als timmerman was je ook aan het boeren met de mestvarkens. Momenteel woon je niet meer in het dorp, maar je bent hier nog altijd veel te vinden. Zoals we net al verteld heb je 2 handige handen om mee te werken. Dezezelfde handen heb je gebruikt voor al jouw vrijwilligerswerk. Het is dat je zo handig bent, dat heb je geleerd in de bouw. Zo ben je begonnen bij Van Beckum, met onder andere je collega's Gerard Thomassen, Frans van het Klooster, Kas Spijker en Leen van de Grift. Je eerste klus was dan ook het bouwen van ons oude dorpshuis. Wel jammer dat je die dag dan net begon en dat je bij het hek kwam en er was een staking aan de gang. Toen was er weinig gebeurd. Daarna heb je nog gewerkt voor Arie van der Grift en Kees van Wegen op Hoogland. En daarna tot 2013 bij Schonebeek. Nadat je wat minder bent gaan werken, had je veel tijd over en die heb je zeker goed besteed. Om te beginnen bij VV Hooglanderveen. Sport, dat kwam bij jullie thuis niet in. Want er moest gewerkt worden, was geen tijd voor. Dus de kinderen die zaten niet op een sport, dus gelden ze ook niet. Maar toch was je eigenwijs genoeg om op je 16e jezelf in te schrijven bij VV Hooglanderveen. Kort daarvoor had je namelijk 50 gulden verdiend met het in elkaar metselen van een plantenbak met snackbar. En dat was precies genoeg voor een brommer en de ledencontributie. Wel wat vergeten, de voetbalschoenen moest je lenen van een vriend. In 1973 tot 1977 was je lid van de feestcommissie. Dit deed je samen met Joop van Drie en Ronald Osdrijver en Adrie van Dijk. Daarna in 1978 tot 1982 was jij 4 jaar lang leider van het tweede elftal. Toen kwam Ida ook in beeld, want die was langs de kant aan het kijken. Vervolgens een hele lange periode tot aan nu, dus vanaf 1983 tot het heden, ben jij scheidsrechter. Dit is geheel toevallig op je pad gekomen, want tijdens het laatste jaar als leider ben je hiermee begonnen.
Dit kwam toevallig op je pad, omdat je tijdens een wedstrijd een scheidsrechter miste. Toen zei je zelf nog, ik kan er geen zak van. Maar dat fluiten als een scheidsrechter, dat ging zo goed, dat je vervolgens in 1983 met een halfjaartje cursus je bij de KNVB aansloot, bij de scheidsrechtersbond. Nou, ik ga bijna sneller dan ik lees. Vervolgens heb je 12 jaar bij de KNVB gefloten. En tussendoor ook nog voor je eigen club, VVO Glandeveen. Het reizen als scheidsrechter, dat heb je nu van wel gezegd. Maar je fluit nog altijd bij VVO Glandeveen en je nieuw clubje, het Vliegdorp. Tot 2005, van 2005 tot 2021 ben je ook voorzitter van de scheidsrechterscommissie geweest. Als voorzitter heb je hier vooral ingezet voor de ARAG-certificering. En hiervoor zocht je de samenwerking met andere clubs, waaronder Roda en Hoogland, om scheidsrechters uit te wisselen. Je bent ook de persoon die de EHBO-cursus heeft opgezet op de club. En je was dan ook de contactpersoon voor de KNVB en de EHBO. In 2020, toen heb je echt groot werk verricht. Namelijk de verbouwing van het clubgebouw. Dit deed je samen met Gert Prinsen, die alles wist van subsidies. En Norbert van Engsten, die alles wist van computers. Maar ja, bouwen, daar wisten ze niet zoveel van. Jij praatte beide mannen namelijk bij over de bouwplannen. En besprak met het bouwbedrijf Schonebeek. Je besprak deze met het bouwbedrijf Schonebeek. Je hebt immers bij Schonebeek gewerkt, dus je wist het werk goed te vinden. Je regelde niet alleen, maar sprak ook de handen uit de mouwen. Zo stond je 's morgens als bouwvakker te timmeren en na het omkleden in de keet kon je in de middag weer fluiten op het veld. Dus het Jozefkerk. Ja, hoewel je dat graag wilde, ben je nooit misdingaan geweest. Dat kwam naar eigen zeggen, omdat je altijd door de pastoor aan het heen praten was in de klas. En ook nog dat het zo erg was dat je zelfs een Bijbel naar je hoofd kreeg gesmeed. En toch kon het Sint-Jozef jaren later nog altijd rekenen op jouw vrijwillige inzet. Zo heb je samen met Hans, onze drijver, doe jij het onderhoud aan onze kerk. En dat kost natuurlijk geld. En daarvoor ben je ook op pad geweest om sponsoren te verzamelen. Het verbouwen van de prochie, dat is een klus die heb je aangepakt in 2015 door het vernieuwen van de prochiezaal. Ja, naast de bouw hield je weer bezig met het zoeken naar sponsoren. En een klein 45 man om de klus mee te klaren. Het opbouwen van de missen, dat kwam er ook nog eens bij kijken. Dus niet alleen het onderhoud en het verbouwen, maar ook het opbouwen van deze missen tijdens bijvoorbeeld kerst. Je hebt 3 maal ben je de organisator geweest van de openluchtmis op de Hooiberg. Aangekleed met extra hooibalen zag dit er gezellig uit. Zo gezellig zelfs dat langskomende fietsers zich aansloten bij de mis. Dezezelfde openluchtmis heb je vervolgens ook nog op de Bron in Vathorst georganiseerd. In 2019 heb jij de sponsorgroep Vrienden van Sint-Jozef Hooglandeveen Vathorst opgezet. Dit geld was bestemd voor onder andere onderhoud en de stoomkosten van de kerk. Momenteel doe jij dit sponsorwerk zelf niet meer, maar Bert is er nog altijd druk mee. Mede door deze initiatieven houd je samen met andere vrijwilligers onze kerk overeind. Een passie voor de kerk, maar ook voor muziek. Jij voegde hier namelijk in 2006 bij de V-Vocals. En na een jaar werd je hier voorzitter. Nou, dat voorzitterschap, dat zal wel in je bloed zitten. Want je was immers ook al klasseoudste bij de middelbare en basisschool. Het verzorgingstehuis Sint-Jozef. Daar kwam jij vaak op bezoek toen je vader daar zat. Maar niet alleen voor hem, maar ook voor de medebewoners was jij daar. Zo hielp je wekelijks met bij het zitgimmen op de dinsdagmorgen en organiseerde voor ongeveer 20 ouders wekelijks spelletjes op de dinsdag en de woensdag. En daarnaast organiseerde je ook nog de filmdagen. Je was hier zo onderhand wel kind aan huis en je hebt zelfs nog even 3 maanden meegedraaid bij de cliëntenraad. Daar is echt wel bij gebleven. De Sint-Jozef School. Ja, je gaf tijdens ons gesprek gaf je aan dat je met warme gevoelens terugdenkt aan de tijd in de oudere commissie. En dit kwam mede door jouw sterrenteam. En die bestond onder andere uit Anita van Dijk, Gea Smink, Gea Ossendrijver en Johan Ossendrijver. En in deze periode, van 1992 tot 2005,
Toen hield jij je bezig met het versieren van de school, bijvoorbeeld voor Kerst of Sinterklaas. Het organiseren van spelletjes in het bos. Keer op keer proberen een schaatsbaan achter de school op te zetten. Maar helaas is dat met de milde winters, of juist weer veel te veel sneeuw, is dat nooit wat geworden. De klusjes die je kreeg van Marcel, bijvoorbeeld spullen verzamelen voor de knutsellessen. Nou, dat ging ook op zijn Marcels. Dinsdag bellen, morgen moet het klaar. Nou ja, jij gaf je niet gewonnen, maar oké, vooruit, donderdag heb je het. Vorig jaar, vorig voorjaar ben je benaderd door Bertus met de vraag of je wilde meedenken met de tekeningen en het bestellen van materialen voor de nieuwe dierenweide achter het verzorgingstehuis. Het bleef echter niet alleen bij papierwerk, want ook hier stak je van augustus tot en met december de handen weer uit de mouwen om te werken aan het grondwerk, de riolering en de fundering. Hoewel in die periode het slecht weer was met veel regen en vorst, trok jouw werk veel bekijks. Toen de bewoners van het Sint-Jozef naar je toe kwamen met de opmerking, er gaat wel erg veel beton in, probeerde jij ze wijs te maken dat dat wel zo bedacht was voor de twee olifanten die erin kwamen. Niet alleen in ons dorp, maar ook daarbuiten, zet jij je in als vrijwilliger. Of het nu voor een vereniging is of vanuit eigen beweging, je doet dit omdat je het belangrijk vindt dat mensen betrokken blijven. Een wandelclub in Achterveld, dat heb jij 7 jaar lang samen met Ida gedaan. Jij hebt geholpen bij het duwen van rolstoelen om zo dementerende ouderen in de buitenlucht te krijgen. Zoals je het zelf noemt, is het dankbaar werk en is het altijd gezellig met een bakje koffie achteraf. Een jaarlijkse fietstocht die je organiseert in Nieuwland. Nadat je uit Hooglanderveen bent vertrokken, kwam je op het haantje in Nieuwland te wonen. Toen je buurvrouw, die altijd veel met haar man fietste, weduwe werd, heb jij een jaarlijkse speurtocht / fietstocht neergezet. Je verzon dan zelf een dagvullende speurtocht met historische weetjes uit de regio. En je zocht mooie plekjes op pauze te houden, met achteraf een dinertje bij de plak. De mensen hier in de zaal zullen zich vast afvragen, waar haalt Gladys al die tijd vandaan? Nou, die vraag die heb ik ook gesteld en die werd beantwoord. Alles komt door de steun van Ida thuis. Gladys, je probeert mensen om je heen enthousiast te maken en met je mee te krijgen in het vrijwilligerswerk. Je doet dit werk niet voor jezelf, maar voor de medemens. En zoals je zei, dit doe ik met liefde. Ik wil jou graag onderscheiden tot de onderscheiding tot erekeuter omhangen en je de bijbehorende oorkonde overhandigen. Nou, ik zal het kort houden. Hij heeft lang genoeg gepraat. Nu weet jullie eigenlijk een beetje alles van me. Tot het eerste wil ik Erik de Keuters bedanken voor deze titel die ik nu gekregen heb. Verder wil ik ook iedereen bedanken zonder meer, want doordat zij thuis alles regelde, kon ik dit ook allemaal doen. En het is zo fantastisch. Om vrijwilligerswerk te doen. Dat kan ik niet meer iedereen aanraden. Het is gewoon fijn en gezellig en daar krijg je nooit geen genoeg van. Dankjewel.